De Amerikanen zetten in de Tweede Wereldoorlog voor het eerst massaal honden in. In Europa had men het nut van de inzet van honden al tijdens de Eerste Wereldoorlog ontdekt. Voor de Tweede Wereldoorlog gebruikte het Amerikaanse leger alleen sleehonden in Alaska. Na de aanval op Pearl Harbor door de Japanners in 1941 werd het Dogs for Defense-programma opgezet. In het kader van dit programma stelden Amerikaanse burgers vrijwillig hun honden ter beschikking aan het Amerikaanse leger om te worden getraind als oorlogshond. Hierdoor waren er verschillende soorten hondenrassen, waaronder poedels, in dienst van het Amerikaanse leger. Ze werden als patrouille- en waakhonden gebruikt. Daarnaast dienden veel honden ook als mascotte. De Amerikaanse marine gebruikte vooral Dobermans. Deze werden ook wel Devil's Dogs genoemd. Men dacht dat dit ras beter tegen de hitte bestand was en werd vooral veel in de strijd tegen de Japanners gebruikt in de Stille Oceaan. Daarnaast waren Duitse en Belgische herders erg in trek. De honden hadden verschillende taken, waaronder het redden van gewonde soldaten, vijandelijke gebieden boobytraps en mijnen ontdekken, boodschappen doorgeven. En ze dienden ook als waakhond. Soms werden ze ook gebruikt als wapen, door ze met explosieven uit te rusten en ze te laten ontploffen als ze in de buurt waren van vijandige tanks.
Op het eiland Guam, in de Stille Oceaan, is een oorlogsmonument opgericht voor de oorlogshonden die in de Tweede Wereldoorlog in 1944 tijdens de slag om Guam zijn omgekomen.